Districtscommissaris Michael Winter van Koroni heeft gisteren bij de ingebruikname van een meetstation in het district Koroni de belofte gedaan dat het instrument intact zal worden gehouden. OW-minister Riyad Noor Mohammed stelde ook enkele eisen voor onderhoud van het meetapparaat. Directeur Sergio Cadusu van het directoraat Onderzoek en Dienstverlening van OW zegt dat Koroni als eerste district de eer heeft om een meetstation in gebruik te nemen dat is geplaatst door het ministerie. En dit is niet zomaar. Koroni is ook een district waar men aan landbouw doet, waar men aan veeteelt doet. En om die dingen te kunnen doen op een professionele manier, heb je dan uiteindelijk ook informatie nodig omtrent regen, klimaat. En met de verandering ook van het klimaat die we hebben, moet je gewoon een early warning systeem kunnen hebben. En dit helpt ook daaraan om te kunnen zien wat allemaal gaat gebeuren binnen 2 dagen, 3 dagen, een week. En daarom is het heel goed ook voor Koroni. Dat project hier heeft een totale waarde van 450.000. En we moeten gretig gebruik maken van zulke gifts en met partners die we van buiten af hebben. Cadusu zegt verder dat Koroni ook deel is van Suriname en op het gebied van innovatie en vernieuwde technologie niet moet worden verwaarloosd. Het is nodig om te kunnen weten wat de weersomstandigheden in Koroni zijn en zo ook in de toekomst in andere districten. Minister Noor Mohammed zegt dat hij verheugd uitkijkt naar de metingen die zullen worden verricht. Ik ga u zeggen, toen ik de mededeling kreeg dat we zouden openen, heb ik gisteren de Raad van Ministers gelijk geïnformeerd dat we in Koroni morgen, dus vandaag, een state-of-the-art onderzoekstation openen. En de directeur heeft het gezegd, deze stations worden niet alleen door ons gebruikt, maar worden internationaal gebruikt voor onderzoek, om de gevolgen van klimaatverandering te voorspellen. Maar ook gewoon, als wij naar die Koroni komen, welk uur is het best dat het niet regent, of wel regent, of zon, kan je allemaal met dit instrument doen. Dus vanaf nu kan iedereen online zien en volgen elke seconde hoe het weer en klimaat zich in Koroni gaat gedragen. En mevrouw Massie heeft het al gezegd, Koroni is de enige plek in heel Suriname waar je dit klimaat hebt. Noor Mohammed zegt dat de kwaliteit van het meetinstrument welke is opgezet hypermodern is. De opzet in Koroni is uniek aangezien de metingen kunnen bijdragen aan het efficiënter uitvoeren van de landbouw en weersvoorspellingen van het land.